Welkom bij een nieuwe piepshow uh, met als motto vandaag uh, zoekt en zij gij zult vinden. Ik weet niet eens of het een bijbelse spreuk is, maar ik vond het wel een mooie spreuk. Want uh, we hebben het over ongelooflijk veel publishers en bedrijven gehad die verkocht werden, iets wilden kopen, in de koop zouden staan. Maar één partij, één grote partij bleef er altijd nog een beetje buiten en dat was uh, Electronic Arts. Denk je dat ze er echt buiten bleven? Of dat ze alleen maar zeiden? Nou, ja, dat is dus de vraag. Um, in februari, en dat is pak een beet. Even kijken, het is nu bijna eind mei. Dus dan hebben we het over mei, april, maart. Nou, drie maanden geleden zei deze manan, meneer, die je hier zo mooi in beeld ziet. Meneer Wilson. Die zei nog vrij stuur, stoer van, het is op dit moment in de gamesindustrie... een wereld waarin je sharks hebt en je hebt fish. Of grote vis en kleine vis, vis, fish. fish, fish. En hij zei: Wij behoren tot de grote vissen. Wij zijn de sharks. Wij zijn, uh, wij zijn over mensen. Uh, wij zijn een partij die gaan overnemen. En uh, wij zijn totaal niet in het gevaar. En wat blijkt nu. Het is een uh, stuk die geschreven is op uh, een, een website die ik niet ken. Maar die heet Puk. Um, die kwam naar buiten dat IA wel degelijk uh, bezig was. Om zichzelf in ieder geval in de etalage te zetten. Dan wel daadwerkelijk ook uh, op verkoop aan te sturen. En dat zou dan gaan om. NBC, NBC Universal die zou met IA hebben gesproken, die zou eigenlijk al wat verder zijn gaan dan gesproken, maar uiteindelijk zijn ze het niet eens geworden over de prijs. Dat is het verhaal uh, wat op de puk staat. Um, ik wil het hier wel aanklikken, maar het is zo'n peet ding. Uiteindelijk heb ik het nog wel ergens kunnen vinden, maar um, dat heb ik even niet meegenomen. Maar goed, geloof me even dat dat er stond. En um, het waren niet de enige partijen met wie ze praten, want ze praten ook met een aantal andere. Partijen. En uh, die partij ga ik zo even met je doornemen. Bos, kijk of ja. jij er eventjes... Zie je wat? Vind je het een goede merch of niet? Um, nu heb ik ook even gedacht. Want ik zat even van ja, NBC, NBC. Wat de fuck is NBC? Ja, ik weet wel wat NBC is. Maar hoe groot is dat dan om, om zeg maar te kunnen zeggen tegen IE. Hey, ik wil wel met jou gaan samenwerken. Nou, het is dus blijkbaar een van de grootste media. Conglomerates op deze aardkloot. Ja. Um, ze hebben natuurlijk NBC, de, de, de televisiezender met allerlei stations eraan. Um, nou, ze hebben ook bijvoorbeeld Sci-Fi, dat is ook weer van hun. Um, nou hier een hele lijst van tv-studios die ze uh, in bezit hebben tot uh, sports. Ik denk dat dat was namelijk echt een hele perfecte match geweest. He, bedoel zij doen ontzettend veel met American football, met voetbal, met ijshockey. Nou EA maakt natuurlijk een hele hoop sports franchises, dus ik denk dat daar ook wel zeker een match had geleden. En nou, dan heb je nog uh, en dan heb je natuurlijk NBC Universal, echt de echte films die ze ook nog eens een keer maken. Kortom, het is fucking huge. Maar het is wat anders dan Microsoft die Activision overneemt, het is dus eigenlijk een branch vreemde partij die opeens gaming wil gaan. Ja, en wat penetreren. het ook is: het is fucking huge in Amerika. Het is niet ja. per se fucking huge in de rest van de wereld. Nee. en dat is denk ik een groot verschil uh, met Microsoft bijvoorbeeld, die wereldwijd heel sterk zijn. IA mm -hmm. um, is wereldwijd ook sterk. De, je kunt je afvragen van waar ligt de kracht van NBC, waar ligt de kracht van IA. Ja, um, ik, ik denk eigenlijk als je ietsje uitzoomt en teruggaat naar wat Electronic Arts is. Um, dan, zie, dan zie je eigenlijk een uitgever die. Toen wij begonnen met mm -hmm. videogame journalistiek, toen, toen was IJ, die kwam per jaar misschien wel 50 games. Ja, die uit. deed bijna alles. Ja. <laughs> die hadden zo ontzettend veel. En dan, uh, weet je, van die 50 waren er tien succesvol en tien waren echt flops en de rest deed een beetje middelmatig. En ja. dat, nou goed, dat, dat werkte dan enigszins. En op een gegeven moment zijn ze dat gaan veranderen. En toen zijn ze eigenlijk gaan inzetten, toen hebben ze al die franchises, alles wat ze maakten, Het is allemaal teruggezoefd. En het enige wat ze nog deden was die, die he, echt die gigantische cashkrakers. Mm -hmm. En in Europa is dat FIFA, en in Amerika heb je natuurlijk NBA en... Um, NBA-toeken. Oh bad. ja, het is toeken dat ze doen. Uh, Madden. NHL Madden. Madden. Ja. Um, en ze een. ze hebben nog een hockeygame? Hebben ze nog? NHL. Uh, ja. 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 En, en uh, hoe heet het? Um uh, inderdaad, Battlefield hebben ze ook en The Sims en goed, ze hadden nog wat uh, van die van die um, Playfish hebben ze volgens mij gekocht Of wat van die mobile games mm -hmm. nog. Maar goed, daar, daar daar haalden ze een omzet uit. En wat je nu ziet, wat wat um, en, oh ja, en de Disney uh, franchise Zeker die de, dit jaar Star dus Wars, afloopt. Ja. ja, en we hebben al gezien dat ze afscheid hebben genomen van de FIFA licentie. Ja. Ze hadden geen zin meer om te betalen mm -hmm. aan FIFA voor elke verkochte FIFA-game. Naar verluid betaalden ze 10 euro royalties of 10 dollar royalties per verkochte game aan de FIFA-organisatie. Nou, dat is natuurlijk fucking veel geld. Ja. Um, hetzelfde zal waarschijnlijk aan de hand zijn bij de Maddens en de NHL-games. Uh, bij Disney um, ligt het er niet heel andersom, weet je. Ik bedoel, mm. ook daar Star Wars-franchises zijn gewoon dure franchises. Um, dus je ziet gewoon dat IA een heel groot deel van zijn revenue kwijt is ja. aan externe partijen, gewoon voor de licenties. En dat wordt, denk ik, ja, dat is een probleem. Dat klopt. Um... Financiën liggen hier zeker aan, aan ten grondslag. Het, wat, wat ik interessant vind, want um, de lijst van andere partijen waar ze mee praten... is misschien natuurlijk ook logischerwijs ook non-gaming. Dan hebben we het over Apple, Disney, Amazon en Tencent. Maar dat laatste dat is dan het meest vaag. Want ja, welke andere partij en Ubisoft die een EA overneemt, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar waarom mevind... zou Ubisoft dat willen? Dat is meer de vraag. Nou, kijk, ja. van het soort omzet wat EA draait... Kijk, het, het stom is die samenwerking, IE is gewoon echt gebonden aan zijn partners. Ze kunnen wel die samenwerking mm -hmm. met FIFA opzeggen, maar ja, weet je, ik wil uh, wat is het hart en ziel van die game, weet je, dat gaat hun echt omzet kosten. En ik denk dat ze daarop voor sorteren. Dat ze zeggen mm -hmm. van ja, ze gaan ook met, met de Madden organisatie en straks met de National Hockey League. Ja. gaan ze ook um, uh, van alles en nog wat uh, stopzetten. Mm -hmm. Ja, wat blijft er dan over van omzet? Nou, ik denk dat het een gok is die ze niet willen nemen voor hun aandeelhouders. Dus dat betekent dat, um, ja, wie is dan de gedoodverfde overdame uh, kandidaat? In eerste instantie natuurlijk de partijen van wie ze de licenties afnemen. Mm -hmm. Dus je zou verwachten dat ze naar FIFA zouden stappen en zeggen van... luister, wij willen niet meer betalen voor jullie licentie. Willen jullie misschien betalen voor de hele studio uh, en de ja. productie van, uh, van de FIFA game? Uh, weet je wat, koop die hele shit maar, weet je. Dat FIFA dat niet zou doen. Dat zou ik onbegrijpelijk vinden. Want ik denk dat FIFA heel veel geld kan verdienen. Met uh, ja, dat die game Maar nou, Ze zeggen wel dat, dat FIFA het belangrijkste is. Dat zegt de FIFA zelf. Van de titel. En, en dat er nog steeds de beste game, voetbalgame. Zal altijd een FIFA game zijn. Ik, heb, ik zou niet weten wie dat dan moet gaan maken. Want als dat een nieuwe studio is. Dan acht ik dat vrij kansloos. Want het duurt echt vier, vijf, vijf jaar. Voordat je echt dat op, op ja. niveau hebt. Maar, maar waarom kopen uh, zij dan niet ja, die, 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 die studio? Nee, die, die, dat, is dat, dat, dat is een goede. Uh, Disney hebben ze natuurlijk ook meegepraat. Ook logisch Star Wars, allemaal. maar ik vind het allemaal. Disney nee? heeft zijn hele game uh, development ja, okay, uh, afdeling. Ja. Ik weet nog goed dat ze zeiden van ja, het zet maar 2 miljard per jaar om. Hop weg ermee. Ze begonnen <laughs> stekker eruit getrokken. Ja. Nou, als je zo tegen game development aankijkt, dan ga je ni niks kopen. Dan ga je Weet je, dan zit je gewoon in die franchise-business en dan ga je gewoon IE's ja. uitpersen zodat ze iets met je Star Wars-game gaan doen. Apple en een Amazon dan? Nee, ja. no way. Ja. Echt no way. Ik bedoel, waar, waarom? Weet je, hoe is dat interessant <laughs> voor die partij? Ja, het probleem met IE is dat ze, doordat ze vastzitten in al die franchise-contracten, ja. zijn ze gewoon niet zo'n aantrekkelijke uh, overnamekandidaat. De prijs zal ook relatief laag zijn. Mm -hmm. We gaan daar echt niet 60, 80 miljard zien wat we bij Activision Blizzard hebben gezien. Nee. Um, dat die nee, daar, bedrijven zijn niet met elkaar te vergelijken. Nee. Het feit dat er toch, ja, toch gepraat wordt. En kijk, praten doet iedereen. Ja, ongetwijfeld. Ze zullen ongetwijfeld elkaar in, in Gentleman's Rooms en weet ik allemaal wel tegenkomen en op feest. Op, gentleman's op, op, Rooms. Ja, ja nou zo? in Engeland heb je van die clubs, weet je, waar dan de hogere scene ja, misschien ja. mar de Lago, het, het golfresort van Trump of de ja, sigaar rookt. Eh, sigaar roken of ja. op, op, op e, uh, het, die consumer evenement of die, die business evenement begin ook weer een beetje op gang komen. Ze elkaar ook tegen, een beetje praten, hmm. een beetje aanvoelen. Okay, ik dacht dat je bedoelt dat ze naar de stripclub gingen. Nee, is, nou, het, nou ja, wie, wie weet, gaan we wel naar de stripclub. Maar het lijkt er toch op dat hier, net als bij YouTube. Ubisoft, ondanks dat ze zeggen dat ze niet serieus praten, toch wel degelijk serieus nagedacht wordt over de optie om zichzelf dan maar in het etalage te zetten. Ze noemen het een merger. Het gaat dan ook dat, dat, dat Wilson, die zegt dan in die gesprekken dan volgens de gerucht dat hij de baas wel bleef over. Nou, het zal allemaal wel, hmm. zoiets kan ook voor een jaar zijn. Het is en niet dan... heel geloofwaardig. Uiteindelijk uh, gaat het management vervangen worden. Het enige wat het mij zegt is dat het toch een, 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 een vorm van onrust is. Nou. En het feit dat je... Uh, kijk, voor mij en voor jou uh, is een partij die games maakt... is een partij die gewoon één filosofie heeft. We gaan gewoon hele goede games maken. En die gaan we goed in de markt zetten en dan gaan we er gewoon centjes mee verdienen. Weet je wel? Terwijl er nu bijvoorbeeld ook heel erg wordt gedacht aan het, de, de crossmediaal. Weet je wel? Van, ja, als ik dan een FIFA, maar dan kan ik het ook op, in een televisieserie doen en dit doen. Het is allemaal als, als, als. Ze zijn allemaal bezig met, van, hoe kunnen we daar nog meer geld, want het geld gaat er zo snel uit. Terwijl de oplossingen Vaker liggen in van: maak gewoon die goede games en maak je bedrijf niet zo fucking immens want de overheid is killing, maar dat exact dat en dat is dat hebben al die bedrijven met elkaar gemeen, ja, uh, Ubisoft, PlayStation, EA, uh, Activision um, uh, 2K, allemaal hetzelfde, gewoon uh, relatief weinig titels, ja. daar heel veel omzet op moeten draaien, ja. en vervolgens in de knel komen te zitten. En EA is bij uitstek zo'n zo bedrijf. En ik denk toch van al die bedrijven kijken naar de toekomst en die zien een probleem. Mm -hmm. En wij hebben het al heel vaak gehad over het probleem wat die bedrijven hebben. En dat is een, een probleem met creativiteit. Ja. Het lukt die grote bedrijven niet om uh, nieuwe IP's te lanceren, succesvol te lanceren. Dat lukt gewoon niet. Nee. En IE, nou ja, goed, dan zag je het bij Apex Legends, weet je, dat hebben ze dan. Ja, dat nou, doet het wel aardig. Ja, maar goed, ja. aardig. Maar. Precies dat, weet je. Het is wel aardig. En wat je vervolgens daarna ziet gebeuren, is in dat soort van. In die landschap. Ik noem het hem. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Maar mm -hmm. daarin zie je alles ontstaan. Weet je? Daarin zie je wel nieuwe franchises. Heel veel flopt, ook, daar hoor je nooit meer wat van. Maar er komt ook heel veel succes uit voort. Ja. En ik denk dat dat um, veel beter past bij die gaming toekomst waar we naartoe gaan. Mm -hmm. We gaan eigenlijk weer een beetje terug in de tijd um, uh, waar een studio niet zozeer games en, en IP's eruit poept... maar een. een Één succesvolle franchise heeft echt eraan bouwt. Ja. en dat groter maakt en dat laat groeien en dat succesvol laat zijn. En dat hebben we, weet je, dat hebben we gezien met Fortnite, dat hebben we gezien met, met, met PUBG. Um, er zijn heel veel uh, indie-titels uh, die, die in de marge heel groot zijn, die het daar mm heel -hmm. goed doen. Ja, en ja, EA en Activision en Ubisoft, al die bedrijven, die kunnen gewoon niet in de marge opereren, want daar zijn ze te duur voor. Ja, en dat, um, ja, EA, wat mij betreft, uh, dit. Dit verhaal loopt ten einde. Deze grote, uh, krankzinnig grote studio's. Veel te grote studio's eigenlijk. Um, ja, die gaan verdwijnen. Mm -hmm. um, of ze imploderen, of ze worden inderdaad overgenomen. En ik denk dat IE niet zo'n hele aantrekkelijke overnamekandidaat is. Gewoon omdat ze zo met hun nek in, in, die, in die strop zitten van franchisecontracten. Ja, van franchise -contracten. Nee, ja nee, dat, dat klopt. Ik, ik zat er nog over te denken van was dit al een tijd geleden bekend. Het, het schijnt toch dat, uh, dat NBC bijvoorbeeld aangeslagen is... Wat, wat dan ook wel heel apart is... op het moment uh, dat ze de gamesindustrie... allemaal niet zo interessant vonden... allemaal van die kleine overname, een miljardje mm. hier en een paar honderd miljoen... totdat Microsoft opeens 70 miljard op tafel legde... en opeens dacht van... oké, okay, hier, hier zit big business, weet je wel. Mm. Um, had EA niet interessanter geweest... dan een Activision voor... Xbox, als je kijkt bijvoorbeeld naar de FIFA-franchise, wat, wat, wat ik vind: al die franchise, ik bedoel, Call of Duty is echt wel redelijk op zijn retour. Ze komen nu met een nieuwe Warzone 2. Ze, ze gaan zeker wel dingen aanpassen. En dan heb je Blizzard, die heeft ook wel zo'n issues. Terwijl ik denk dat FIFA is toch wel heel sterk en internationaal. Ja, maar het is ook sterk. Maar ja. het, is een, het is een merk van FIFA. Ja, okay. Dus je koopt met EA niet de FIFA licentie. Die moet nee. je opnieuw gaan onderhandelen. En ja. zeker Microsoft, want die willen natuurlijk die game op Game Pass uitbrengen. Mm -hmm. Nu hebben ze een deal met, uh, met uh, FIFA dat ze weet ik veel per verkochte game krijgen ze een tientje. Um, hoe gaat dat werken via Game Pass? Dan moet ja. Microsoft moet dus een heel ander soort deal sluiten met uh, met de FIFA organisatie. Nou, dat is niet een gaming organisatie. Wat kan het FIFA schelen? of terwijl het ja, nee. FIFA gamers dat gaat om heel dus, ja ja precies dus ze hebben uh, FIFA heeft een hele goede omgangspositie en Microsoft een hele slechte en IA dus ook een hele slechte en dat is waarom je ja. zoveel betaalt voor die shit en dat is echt serieus dat is zo problematisch en dat, dat is hetzelfde aan de hand in Amerika met, met, uh, met Madden en NHL ja. het is hetzelfde aan de hand met Disney die bedrijven zijn allemaal niet afhankelijk van de inkomsten die IA genereert is is het dan businesswise logisch dat Wilson ik ga niet zeggen dat hij liegt maar dat hij in februari tegen de buren, tegen de aandeelhouder zegt van, hey, don't worry, wij zijn de grote vissen, wij, wij eten, wij worden niet opgegeten, terwijl die dus ondertussen dus blijkbaar waarschijnlijk wel aan het onderhandelen is, aan het kijken is, is dat natuurlijk ook logisch? Want op het moment dat hij zegt, ja, fuck man, wij worden ook opgevreten en, en we zijn op ja. zoek naar een partner, dan gaat dat helemaal natuurlijk. Dan is het zijn, is de aandelenkoers. Is vind got. je dat liegen of vind je dat ja krompraten of ja, ja dit is gewoon liegen. Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat dat uh, uh, we leven in een rare tijd waarin, ja. weet je, je ziet het ook aan onze politici, weet je, die worden bijna of die worden niet gedwongen, die, maar die liggen ook non-stop. Ja. Um, ja, iedereen praat gewoon naar zijn eigen boek, zoals dat heet mm -hmm. in het Engels. Van iedereen, iedereen praat naar zijn eigen kasboek, zo van waar, waar liggen de belangen, waar valt er geld te verdienen, en dat is hoe, hoe ze praten. Ja. En dit ook. Ik bedoel, deze man heeft maar één doel en dat is die aandelenkoers omhoog te krijgen. Mm -hmm. En dat is letterlijk waar zijn eigen target ook vanaf hangt. En, ik, ik, ga ja. dan even, even. Live kijken uh, of wat het koers op dit moment. Nou ja, als ik het. het kijk, oké, okay, de Piepshow draait natuurlijk om het, om het, om het zakelijke. Uh, maar ik heb soms het idee dat, dat ik, ik lees alleen dan nog maar verhalen over. Uh, uh, je wil even kijken, wat is dit? Dit is allemaal even een jaar. Laten we even een jaar kijken. Ja, nou, ze zijn een beetje aan het opkram, Maar ze hebben hier echt een gigantische dip. Hebben ze hier natuurlijk gewoon uh, te pakken gehad. En ja. um, het heeft ooit op 150 dollar gestaan, het staat nu 130. Nou, dat is nog niet eens zo heel slecht, maar ja. die, die laatste pieken naar boven hebben te maken met de overnamekosten, overnamegeruchten die er waren. Nou ja, dat, um, ja. Dus en, het kan natuurlijk ook een spel zijn, ja. Maar goed, je ziet ook dat de aandelen in een jaar tijd, zelfs nu het relatief hoog staat, toch nog bijna 8 procent. Uh, lager staat ja, uh, het gaat gewoon niet goed met die gamesindustrie. en nee. het, het is niet eens IE hoor, maar je kunt, je kunt elke andere uitgever hiernaast naast nee. En je ja. ziet dezelfde soort beeld ja, um, en dat klopt. Ze hebben allemaal een piekperiode gehad in corona met de lockdown. Ze gingen iedereen gamen en nu um, ja, denk ik eerlijk gezegd dat we we hebben de piek gehad en er zit een, er zit een financiële, economische crisis aan te komen. Mm -hmm. Ik denk dat al die uh, uh, entertainment blijft. Is, het entertainment is ja. redelijk recessie-proof, maar ik ja. weet niet of het inflatie-proof is. Dus je ziet ook in Amerika dat die dat die, die tech-aandelen, ja. zoals Apple en, en Amazon en weet ik veel, die, die dingen die, die blijven, um, of tenminste die gaan die gaan nu ook onderuit. Ja. Um, maar daar, daarvan um, ja is dus de vraag van gaan die meegroeien met de inflatie, wat heel goed zou kunnen mm -hmm. of niet. Nou, we zien nu de laatste tijd dat die aandelen ook een flinke, uh, flinke die krijgen klappen. Nou, dan, dan is die gamesindustrie die nee, allemaal klaar, weet je. Dat klopt. En wat ik merk is um, of het nou wel of niet gekocht wordt op dit moment. En ik kan me nog wel herinneren, maar het was heel lang geleden dat we met Power Limit zaten bij VNU. En, en VNU was ook zo'n partij. Daar was altijd hing daar een soort van, het wordt overgenomen, roes boven die bedrijf. En ja. kijk, wij als freelancers dat is allemaal wel, maar wij, wij spraken ook mensen die daar vast werkten, hmm. en dat, dat 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 gaat dat dat ja dat dat gaat in je zitten. Weet ja, mensen waren niet gezond, altijd bang. Ja. Nee, precies, want um, uh, FIFA is afgestoten, de licentie inmiddels zijn er al 200 mensen op straat gezet. Ja, ja. Ze verwachten gewoon minder te gaan omzetten. Dus gaan er uh, studio's worden ingekrompen. Uh, dat soort dingen. Het is gewoon niet goed voor een bedrijf. Je merkt ook van je kunt wel zeggen: Ja, dit zijn de spreadsheet-mannen. Uh, dus de, de, de gewone developer heeft hier niet niks mee te maken. Die heeft er wel degelijk wat mee te maken, want die leest het ook. Die hm. denkt ook fuck, straks. Moet ik voor NBC werken? Dan word ik misschien moet ik misschien wel ergens anders gaan werken. Ik heb er geen zin in. En dat, dat druppelt door in zijn zin, in zijn motivatie om te werken aan de game die die nu moet maken. En maar sorry, maar de, de medewerkers van IE zijn denk ik nooit heel erg gemotiveerd geweest. Weet je ik bedoel, ja, ja, dat zou kunnen. Dat, dat, misschien ja. specifieke studios, weet je, bij Dice in de, in de goede dagen van. Ja, vast wel, weet je, maar nu niet meer. Dit, uh, dit, um, dit, ja. dit zijn aflopende zaken. Al die grote ja. studios. Uh, ze gaan verdwijnen. En ik denk dat uh, het is interessant, want op een bepaalde manier mm -hmm. is ze oh, ook. Kijk, je hebt nu die inflatie, die, die, ja. die, die, die wordt hoger. Dat betekent dat uh, uh, investeerders en aandeelhouders gaan kijken van oké, okay, wat gaan mensen nog kopen op het moment dat ze zometeen minder koopkracht hebben. Mm -hmm. Want dat is wat inflatie doet. Nou, ze gaan waarschijnlijk nog steeds boodschappen doen. Ja, dat um, zal moeten, ja. Dus de, de aandelen, al die zullen wat hoger zijn. <laughs> Ik ja. zeg maar wat, weet je. Ik bedoel, de goedkope supermarkten, uh, daar, daar, daar zit nog wat marge in. Uh, misschien ook wel de, 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 de biologische supermarkten, uh, weet je, daar zit ook veel marge Dus Misschien is dat interessant. Maar entertainmentproducten zoals dit, weet je, ga jij uh, nog steeds FIFA kopen elk jaar? Nou, misschien wel, maar hm. Daar staat natuurlijk ook een beweging tegenover van Game Pass. Mm -hmm. Dus als mensen minder te besteden hebben ja. en ze willen nog wel gamen, wat gaan ze doen? Kopen ze dan Game Pass voor 16 dollar per in de maand? Of denk je dat ze nog uh, 100 uh, plus dollar per jaar uit gaan geven aan, uh, aan FIFA en fifa kaarten? Nee, dat, 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 zeker, dat gaat kloppen. Het, het is natuurlijk wel zo dat in, in tijden van crisis, wat het ook is, brood en spelen. Hè, dat, de, de mensen willen altijd en te eten hebben en vermaakt ja. worden, dat is het belangrijkste. Um, maar je hebt gelijk, uh, ook dit, de productie of het nou chips is of weet ik veel, benzine wat duurder is, waardoor dingen weer mensen, de kilometervergoeding gaat weer omhoog. Weet je, zijn allerlei dingen die productie duurder gaan maken. Terwijl de druk er ook nog eens een keer van de andere kant op komt. Je moet je producten niet te duur maken, want mensen hebben minder geld. Dus je product wordt duurder, maar je kan het niet doorberekenen aan de klant, want die heeft minder geld. Ja, dat heet de loonprijsspiraal, wat je ja. omschrijft. En dat is inderdaad iets wat, uh, wat, wat, wat plaats gaat vinden. En ik denk dat dat er, uh, zeker dit soort grote studio's helemaal kapot gaat maken. Ja. Want zij zijn uh, hun productie is heel duur. Ja. Uh, ze zitten vaak in Amerika. Groot, er werken ja. duizenden mensen in die studio's. Een grote kantoor. Maar je moet je voorstellen dat je. Het is niet onrealistisch om te, uh, om te denken dat salarissen gaan verdubbelen. Mm -hmm. zo meteen. Dat betekent dat hun kosten gaan verdubbelen. Ja. Maar ga jij in één keer 120 uh, nee. dollar betalen om een nieuwe game nee, te Nee, wordt, no fucking nee, way. Nee, nee. Zeker niet. Als je uh, minder, minder koopkracht hebt. Ja. Dus dat, ja, dit, dit, je ziet gewoon aan alle kanten van dit soort bedrijven gaan verschrikkelijk in de problemen komen. Maar de, maar de oplossing. Als je het hebt vanuit het hart die we hebben voor gaming. We willen gewoon betere games hebben. En, en de, wat er nu gebeurt met die bedrijven. De, de totale paniek in, in, in MT's, wat, wat nou? uh, NFT's. Al die krampachtige shit die ze aan het verzinnen zijn om meer ja. inkomsten te hebben. Dat gaat niet werken. Maar is, de oplossing voelt voor mij heel kut als het naar een Amazon gaat of een Tencent. Want die kijken namelijk op exact dezelfde wijze. Nog misschien wel meer naar van rendement, rendement, rendement. Ja, nou ja, dat, ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd, ze kijken naar een, maar ze kijken ook van hoe kunnen we die bestaande business invoegen in iets wat wij doen en het daarmee laten groeien. Dus opknippen, dingen afstoten. Ja, bijvoorbeeld, zou ja. kunnen, maar... maar in eerste instantie, waar kijk je naar naar de franchises? En dan zie je weer het probleem van Electronic Arts. Ja. Dat zijn allemaal gekochte. Uh, dat is niet van hun, dat is niet hun eigendom. Nee. Dus dat, daar wordt hun leeuwendeel van de omzet wordt gedraaid op, op franchises die niet eigendom van die zijn. Nee. Ja dat is een heel groot probleem. Wat verkoop je dan hele dure studio's. Die zometeen nog duurder gaan zijn. Want er ja. zit uh, inflatie aan te komen en die slagen gaan omhoog. Uh, en de inkomsten zijn extreem onzeker. Ja. Want ja, je hebt zometeen geen zin meer om nog uh, te gaan betalen voor die franchise Als er overal uh, geld uh, bij moet. Dus, of, of eigenlijk overal ja. bezuinigd moet worden. Z zou het zo kunnen zijn? Maar dit is, dit is nogmaals: dit, dit heb ik toen ook aangegeven bij uh, Square Enix. Die dus uh, zijn westerse studio's afstoten. Um, met misschien op het oog uiteindelijk dat ze als. Het Japanse gedeelte dan ook nog eens keer ergens verkocht kan worden. En is dan zeg maar al het vette ervan vanaf. Alles, is er van af. alles wat, wat niet helemaal lekker zat hebben ze ervan afgesneden. Zou het zo kunnen zijn als je nu leest um, dat er, uh, de FIFA-franchise is eraf gehaald. Um, de de, de nou, licentie met Disney is meer vanuit Disney gegaan. Dus dat, dat is niet echt wat zij hebben gewild. Ze hebben uh, al wat rondes met ontslagen. Een paar honderd man hier, tien man hmm. daar. Dat het ook weer het, 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 het verkoop klaarmaken van een bedrijf. Kan zijn. Nogmaals, dit is echt speculaas, Maar Ja, dat zou kunnen. Maar je, zou, je ziet het Hoeveel mensen werken erbij? Het staat er denk ik in het overzichtje. 11.000. Daar... 11.000. Ja, dan is 200, en... 200 is niet zoveel. Komt, nou. dat is niks. Ik bedoel, 11.000 keer een salaris. Dat is uh, aanzienlijk. Ja. En dat, um, ja, dit, ik wil dit bedrijf moet groeien. En kijk, dat is natuurlijk ook een ding. We hebben uh, net, uh, zeker voor die gamesindustrie, coronatijd gehad. Wat, wat echt een topperiode is geweest. Ja. Dat betekent dat die waardering van die bedrijven. Over de afgelopen paar jaar gaat, nou twee corona-jaren erbij, die hebben die waardering flink omhoog Ja, gestuurd. en ze kijken ook weer naar die resultaten. Het is niet dat ze nu zeggen: van... Oké, okay, corona is voor, we gaan weer terug naar 2019. Nee, ze zeggen van 21, 21, Ja, dit Het gedaan. is een onderhandeling natuurlijk. Ja. Maar weet je nog dat Square Enix, daar hebben we het volgens mij vorige week, twee weken, mm -hmm. die zijn voor een, voor, wat was het, 600 miljoen of zo? 300 miljoen. 300 miljoen dat was echt een uitverkoop. Ja. Maar waarom? Omdat ze geen onderhandelingspositie hebben. Nee. en dat is, je zou ook best wel eens geen onderhandelingspositie kunnen hebben. Nou ja, mooi brug die je daar maakt, um, want we gaan toe. Uh, naar een, een andere partij uh, waar we het over gehad hebben, dat die uh, te koop zou staan. Nou, uh, Guillermo, de baas, die zegt dat dat niet zo is, maar hij zegt aan de andere kant ook weer van: hé, hey, maar als er een aanbod komt, ik, ik wil altijd praten, dan is het weer het verhaal dat hij met zijn familie wil kopen. En nu is er weer een nieuw verhaal, dat zij dus wachten tot die verkoop, totdat de aandeel minimaal 60 euro per aandeel is. En sommigen zel, zeggen zelfs uh, dat het 100 euro per aandeel is. Oftewel, ze willen. Ja, zoveel mogelijk geld binnenhalen. Ik heb ook even gekeken wat de aandelen op dit moment uh, doen. Uh, 48 en dat is 48 euro. euro. Dus, en ik heb zoiets van: dat gaat die 60%, waar, waar moet dat op gebaseerd zijn? Ze komen met dit jaar met Skull and Band, waarvan niemand weet, waarvan ik zelfs nog de twijfel heb of het uitkomt. Ze komen met Avatar. Dat zou heel erg tof kunnen worden, maar dat hangt echt af of die film heel goed gaat landen. Ja. Dat weet ik dus niet. Nee. En dat is het. Ja. waar gaat je aandeel. Omhoog. Hij gaat nu een klein beetje omhoog. En waarom is dat? Omdat geruchten. deze geruchtjes weer komen. Dan gaan mensen weer een beetje, oh, misschien wel of niet. Dan ja. denk ik van, dit, dit is toch ook. Maar kijk, je moet je nou kijken wat je hier ziet. Hè? Dus je, ja. je, je hebt dit even. stel je voor, jij bent een investeerder. Dan heb je ja. deze search uh, aangeklikt. Ja. En uh, dit is trouwens de dag. Klik eens op ja. uh, een maand of een jaar of date Ja, een jaar. Een of een jaar. jaar. Ja. Uh, goed, dan zie je ongeveer, uh, het, het krabbelt wat op. Maar goed, dan zie je dat. Staat, wat, staat, wat is de eerste headline die eronder staat bij nieuws? Er staat dus uh, uh, dat artikel wat je ook aanhaalt. Ja. Ubisoft Reportly, unlike dit is voor less than 60 dollars per share. Vervolgens zie jij 48,20 euro. Dan denk je van. Ik ga kopen. Ja. Dit is een dit is een, een tje Ik ga hier zo meteen uh, uh, wat is het 20% ah, ja, ja, winst op pakken. Ja, ja, ja. En dat dit is gewoon hoe het werkt. Zij, ja. zij, zij zitten in een verkooptraject. Ja. En zoals elk verkooptraject heeft ook dit gewoon marketing en PR nodig. Mm -hmm. Dus krijg je dit soort bullshit. Is dit oké, okay, goed dat je het zo zegt, want dat zo had ik het inderdaad nog niet gezien. Maar is dit gewoon eigenlijk niks anders dan Het staat echt. Ze zijn echt bezig met die verkoop. Die ja, ze zijn maar ja. Zelf, omdat ze ook hetzelfde probleem Want het, als hij het zelf zou kopen met zijn familie... is die gebaat bij zo'n laag mogelijke Maar plek. hij gaat het niet kopen. Nee. Nee, hij wil het niet kopen. Nee. Hij kan het niet eens kopen. Want hij heeft het probleem wat Ubisoft heeft niet ja. opgelost. Ten eerste hebben ze die MeToo-zaken lopen. Ik zie trouwens dat, het... dat zij fucking twee keer zoveel werknemers als IE hebben. 20.705. En, wat, en hun omzet? Wat, wat had, uh, ja, IE had omzet? 5, 5 uh, ja, miljard omzet met 11.000. zij hebben 20, uh, bijna 21.000 mensen uh, werken uh, voor... Uh, met, ja, voor de helft, dus ja, ja dus dat is twee keer zoveel pers personeel voor de helft van de omzet, ja, nou, dat is bijzonder. Moet wel ja. zeggen dat uh, Ubisoft zijn employees over de hele wereld heeft zitten, dus dat kunnen ja. ook wel in Shanghai zijn en weet ik van ja, wat, wat goed, ja, wat goedkopere uh, plekken dat kan. Uh, maar goed, whatever, maakt niet uit. Ik, ik denk dat zij hetzelfde probleem hebben. Uh, ook met die uh, aankomende loonprijsspiraal waar je het mm -hmm. over had. Lonen gaan omhoog, uh, koopkracht van consumenten neemt af. Ja. Um, ja, Je gaat gewoon een probleem hebben in dit segment. Um, hoe, ga je, hoe, ga je, hoe ga je concurreren tegen Microsoft, die een ander verdienmodel heeft bedacht? Mm -hmm. Wat misschien wel beter bestand is tegen deze tijd. Ik denk dat Microsoft echt, dat is de, de grote winnaar. Die hebben, mm -hmm. uh, die hebben gewoon blind, heel toevallig, raak geschoten in het Game Pass. <laughs> ja. uh, niemand had het zien aankomen. En um, ja, het is gewoon. Uh, het, het is nu aan het gebeuren. Ma maar. Oké, okay, je, je, je feitelijk als aandeelhouder of aandeelkoper, als iemand die graag investeert, kan je natuurlijk heel optimistisch zijn. Zeggen van oké, okay, zij willen het voor 60 dollar of misschien wel hoger, dan ga ik het nu kopen, want dat gaat ooit wel lukken. Je kan natuurlijk ook kijken vanuit knowledge van gaming. En je ziet gewoon dat ze op dit moment eigenlijk maar één franchise hebben. Anderhalf, anderhalf. één. Dat is Assassin's Creed, dat is, dat is, die heeft nog een redelijke basis om goed te verkopen. Die heeft ook de laatste keer weer goed verkocht. Hm. Far Cry, wat minder. Maar die liggen allemaal nog een ruim een jaar vooruit. Hè. Ze komen nu, dit najaar. En daar moet je dan een beetje naar kijken voor de aandeelprijs op een, uh, Skull and Bones, wat niet bewezen is. En op Avatar, wat natuurlijk een bloedlinke game is. Want als de film niet aanslaat, dan gaat de game ook niet aanslaan. Dus ik weet het niet, ik als ben... aandeelhouder heb je toch helemaal geen houvast... om te weten dat, dit 60, dat die 60 dollar dat het nog meer gaat worden. Nou, je, maar je koopt bij Ubisoft. Je hebt in ieder geval veel meer IP's. Dus ik bedoel, ja. laat ik zo zeggen, EA heeft ook heel veel IP's, maar die liggen heel erg lang op de plank al. Mm -hmm. Bij Ubisoft heb je allemaal nog recente games, weet je. En ik bedoel, je kunt zeggen wat je wil van Assassin's Creed en, en Far Cry en Prince of Persia en weet ik veel. Maar het zijn nog wel redelijk actuele IP's die op zich uh, een goede naam hebben. Rainbow Six, ook zo eentje. Ja. Um, ik, ik zou me voor kunnen stellen dat dat, uh, dat, dat werkt. Ja, je, misschien wil een overnamekandidaat niet al die uh, of een partij die overneemt, wil misschien niet al die 20.000 uh, werknemers meenemen. Omdat ze <laughs> misschien zelf al studio's in huis ja. hebben. Um, nou goed, oké, okay, dan is het gewoon einde oefening voor de, voor de dure werknemers. Dus dan, um, ja, dan gaat het kantoor dus in ja, Francisco. Haar, dat gaat dicht. Om, om, omdat ik denk van dat Microsoft het niet gaat doen, omdat hij eerst afwacht wat met Activision gaat gebeuren, of dat helemaal rondkomt. Het schijnt nu snel te gaan, maar. Je weet het niet. Sony gaat het ook niet doen. Het zit niet in hun DNA. Het zou echt een hele rare move zijn. En dan is er binnen de gamesindustrie niemand die het gaat doen en dan wordt het dus inderdaad een een investeringsfonds of ja, ik vind dat bloed. Ik vind dat uh, voor, voor een GMO die roept van... ik wil onafhankelijk blijven om dan gekocht te worden... door een investeringsmaatschappij. Ik, ik weet het niet, man. Maar te, ook dat gaat niet gebeuren. Ik nou, bedoel, wat, wat hier aan de hand gaat zijn zometeen... Als, als Ubisoft niet wordt overgenomen door Microsoft... Ja. Uh, of door Tencent, uh, weet je. En ik wil ik, ik zie Amazon en dat soort partijen... niet als serieuze overnamekandidaten. Ja. Want helemaal die 20.000 werknemers... ik bedoel, die vliegen er echt <laughs> stand te peen uit. Uh. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, als zij niet worden overgenomen... dan zullen ze zelf... Uh, Gaan moeten besparen en dan heb je kans dat inderdaad heel veel van die 20.000 werknemers op straat komen te staan. Ja. En dat gaat heel hard gaan ook. Dus ja. ik zou niet graag voor uh, of over de schoenen willen staan van een Ubisoft nee. een medewerker no. zonder opties, want ja, Jesus Christ, weet je. Je ziet ook nog Ubisoft is ook een partij die heeft veel lokale studio's, weet je? En mm. veel lokale kantoren ook nog, weet je? Die doen lokaal sales, lokaal ja. marketing. Ja. Het komt behoorlijk het is gewoon het duur. Het ja. heeft gewoon een hoge overhead. En dus de druk om dit najaar ook weer te gaan scoren met die titels is immens. En uh, dat maakt het werk ook weer niet leuker. Want ja, hoe ga je dit in hemelsnaam nog goed doen? Uh, heel erg lastig. Ja, nou de, ko de kosten moeten naar beneden. Dat ga je ja. krijgen. En zeker als die, die, die inflatie aanhoudt. Wat ik denk wat gaat gebeuren. Mm -hmm. um, ik denk dat we daarnaast ook een stevige recessie gaan zien. Een grote economische uh, krimp. Um, ja, dan, dan heb je gewoon veel werkeloosheid. Uh, in combinatie met inflatie, die misschien wel blijft oplopen, hè, dat zou ook nog eens kunnen. Ja. Dat is een rampzalig scenario. En in, dat, in, dat, in die wereld wil je als, wil je als bedrijf. Uh, ja, dat, dat, er zijn er maar weinig die het overleven. Nee, zou ik dus wie weet zijn ze ook allemaal wel proberen de boel te stutten. Uh, misschien via een verkoop, misschien via een mer uh, merger. merger. Uh, we gaan het zien. Uh, dan als laatste nog: um, Ja, ook weer zoekt en uh, gij zult vinden. Dit vind ik wel grappig. Uh, dit laat ook weer een beetje zien uh, dat het woke tijdperk uh, langzamerhand een beetje af begint te nemen. Want ik neem je even terug naar, volgens mij was het een jaar geleden: ja. toen um, de Summer Game Fest, Jeff, Joff, Schefke, Kili, uh, ja. die aangaf. Um, dat hij uh, bedrijven... of nee, dat ze heel erg duidelijk maakten... wij tolereren geen sexual harassment. Wij willen gewoon geen bedrijven met sexual harassment... die die, die trailers hebben. Vervolgens liet hij toch Quantic uh, Dream Star Wars Eclipse zien. Um, en dat bedrijf staat vol in de spotlight, Omdat er mogelijk iets gebeurd zou zijn. Nou goed, één jaar verder... Uh, Washington Post, ik vind het een beetje een... een, een, yeah, een beetje een insuerende vraag. Ik bedoel, dus zo kan je alles wel vragen. Die zei van, ga je dit jaar dan stelling nemen... tegen Activision Blizzard... En nu zag je in één keer dat hij er toch wat anders in stond, ook omdat hij weet dat het hem niet helpt om er nu kaart tegen te zeggen. Nee, Activision Blizzard. Zolang, zolang ze die stront hebben, uh, ga ik gewoon helemaal niks van ze tonen. Punt. Ja. Dat kan hij niet zeggen, omdat um, zijn Summer Game Fest hangt ook af van, bijvoorbeeld. De nieuwe Call of Duty. Ja natuurlijk, maar gaat. hij is zelfs ja. aan het doen. En, en, ja. weet je, dus hij is naar buiten aan het virtual signalen. En uh, intern is het gewoon uh, is je gewoon sales aan het doen. En ja. dit, dat dit niks betekent. Tom Henderson heeft gelijk, this means nothing. En, en dat is ook zo. Uh, Jeff Keighley is uh, ook weer waar we het net al over hadden. Van, uh, we leven in een tijd waarin iedereen aan het liegen is. En uh, hij ook. Hij ja. is gewoon uh, aan het praten naar zijn kasboek. En dit is waar het geld in. gaat. Maar binnenkomt. wat hij dus niet zegt is: van oké, okay, dat van vorig jaar, dat weet je, dat hadden we niet moeten doen. Want ja, ten eerste al omdat je het nooit volhoudt. Wat ik al zeg: van er gebeurt zoveel, er zijn zoveel processen in de gamesindustrie die lopen. Je kunt dan nooit radicaal altijd zeg maar die, li die lijn vol. Je gaat altijd marchanderen. En dat is wat je gebeurt. En dat kan je beter niet doen. Het is niet aan jou om. Dit soort beslissingen te nemen. Als er iets fout is, dan gaat de rechtbank erover. Die zal waarschijnlijk dan straks uits uitspraak doen en zeggen dat, dat er iets fout is bij Activision. Dan zullen daar uh, maatregelen genomen moeten worden. Maar als mediapartij, mensen vragen het ook ons. Waarom doe je nog Activision Blizzard? Ja, de games zijn de games. Bedoel, en de games worden ook gemaakt door mensen die dat mogelijk niet hebben gedaan. En uh, je moet dat soort dingen een beetje los van elkaar zien. Bovendien, het heeft geen zin. En nu zie je dus hoe hard hij ermee op zijn muil gaat omdat ja. ze hem nu houden. Van ja, maar vorig jaar was je toch heel erg. Ja. Waarom nu dan niet? En dan zegt. Maar hij dus... het, die virtual signaling is ook heel dom. En ja, dat is het... precies dit, want het is gewoon. Je, ik bedoel, je weet al die gasten die dat doen hebben boter op hun hoofd. Ja. En ik bedoel, iedere keer dat ik Warzone opstart en dat ik zie Black Lives Matters en je weet gewoon wat er intern aan de hand is nu bij Activision. Het is gewoon tergend. En je weet, ja. hoe, hoe harder ze loopen dat er niets aan de hand is, dat ze braaf zijn en dat ze inclusief zijn, des te groter is de je achter de gesloten deuren. Ja. En dat hier ook bij... Ik, ik heb zoiets van... Het is bij al die bedrijven een op. Er is overal iets aan de hand. Ga in godsnaam niet lopen schreeuwen... dat je de braafste jongetje van de klas <laughs> bent... als het gewoon niet waar is en nee. sowieso doe het niet want er is gewoon altijd wel wat aan de hand ja en dat, uh, en dat ja het weet je het wordt allemaal heel hypocriet en die Geoff keely Godman, die zit die zit helemaal tot aan zijn elleboog zit die in die games en die kan ja, helemaal niks geen kan dat erop. is het van van het, het is het marchanderen waar ik dan van kijk nog als als hij de mening heeft dat hij stelling moet nemen met zijn het is zijn media dan als hij zegt van ik ga stelling nemen tegen elke toko die dit doet hey, good for him, maar doe het dan ook. En um, hij weet donders goed, ik moet geld verdienen. En daar heb ik de, de, de industrie voor nodig. Dus Tuurlijk. dit, ja, ik vind het, vind het een beetje slap. Maar goed, ja, um, we hij gaan is het slap, zien. Ja. Hij is een beetje slap. Goed, um, volgende week uh, weer een nieuwe Piep Show.